Fates Kadi en zijn vrouw Manar Albakades openden op zaterdag 11 december hun kapperszaak aan de Kleiweg in Gouda. Een bijzondere prestatie voor het stel, dat 3 jaar geleden als statushouders in Bodegraven kwam wonen. Wat betekent de naam Azela? Ja, Azela, ik kies die, want ik vind de mooie naam, want eerste zak in Emirates was Azela. Ik was partner. En dat betekent die naam soort voor de bloemen. Denk ik Frans naam. Okay. Frankrijk. Ja, ja. Ja, naam. Okay. Ja. Ik vraag Fatas om wat te vertellen over hun achtergrond. Eerste dingen, goedemorgen. Hi allemaal. En ik ben Fatih Kadi, mijn vrouw ook, Manar. En we zijn wonen in Bodegraven al 3 jaar, bijna 3 jaar. En we was vroeger wonen ook in Dubai, in Abu Dhabi, Dubai. En ik heb hier geleerd hier in Nederland, de kapperzaak. En ik heb geleerd dat hier in Nederland. Mijn vrouw, ze heeft een heel veel ervaring. Ze werking daar in Dubai. Wat voor werk heb je gedaan in Dubai? Heb je daar ook in een salon gewerkt? Ja, ik heb vroeger 15 jaar die beroep advocaat diploma. Maar ik gebruik die beroep sinds bijna 15 jaar in Emirates. Exactly in Abu Dhabi. En we komen hier en we wensen alles komt goed met die zak. We zijn blij en Nederlandse mensen, echt aardig mensen. We hebben hier echt goede familie. Veel mensen helpen ons. Mevrouw Griet, meneer Getian, mevrouw Imi en meneer Dick. Dat zijn allemaal mensen van vluchtelingenwerk, toch? Ja, echt. En de boerman en boervrouw. Ja, mevrouw Imi en meneer Dick. Voor al details in mijn leven, we bellen hun en vragen hen voor alles. Ja. Hartelijk bedankt voor hun. Oké, okay. Maar jij moest nog heel veel leren, want wat was jouw oorspronkelijke beroep? Wat deed jij in Syrië? Ja, ik heb geleerd vroeger in business administratie. Business. Ja, en dat is mijn diploma. En ik ga naar in 2008, ik ga naar Emirates in Abu Dhabi. En we woon daar. Ik werk met mijn diploma. En de eerste keer nee, maar later stip bij stip. Oh, ja. Dan ik werk met mijn diploma in schools voor human resource work. En we komen hier, daar is op onze visa. We hebben geen kans daar. Dan zij kies hier die land en we kiezen, het is te moeilijk was, en, maar we vinden het een veilig land en alles goed hier met de mensen. Ze kan Engels spreken, heel veel goed Engels spreken en dat helpt ons in het begin veel. Dus we hebben hier geleerd dat taal voor de 2 level, A1 en A2. Zo, ik denk als onze diploma we moeten veranderen voor datzelfde level hier, we moeten leren nog 5 jaar. Ja. Zo, dat is echt moeilijk voor ons. Ja. We zijn niet klein, zelfs onze kinderen, ze zijn leren sneller dan ons. Ja, die leren, kinderen leren veel sneller. Altijd zo. Ja. Ik kies die proef voor met mijn vrouw, we kunnen samenwerken en dat is onze droom hier. Ja. Om een kapperszaak. Ja, en ook, je doet ook huidverzorging of nagelverzorging? Wat doe je erbij? Nee, ik heb een Emirate in mijn eigen zak. Ja. Die eigen zak voor alles. Voor nagel, voor haar, voor gezinbehandel. Maar hier, ik begin nu alleen met voor haar. Alles voor haar, behandel ook. Maar later ook... Want ik heb echt veel diploma voor gezinbehandel. We gaan ook doorgaan met gezinbehandel. Ja, voorzichtig uitbreiden. Eerst maar even de eerste stap en dan verliefelee kom je verder. Ja. Hoe hebben jullie het hier zo mooi gemaakt? Heb je veel hulp gekregen? Ja, eigenlijk ja. We hebben veel hulp gekregen van onze
familie hier, die meneer en mevrouw. En we hebben gedaan dat met mijn broer. Sommige vriendinnen, ze helpen me voor dat, voor de elektra, voor painting, voor decoration. En dat decoration, mijn vrouw, ze heeft heel veel. Zij is heel creatief. Ja, creatief. Ze kan goed. Doe die, doe die. Maar, ja. En hebben jullie hulp gehad van fanwerk bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Oh, ja, ze helpen ons voor alles, eigenlijk. Okay. Voor, bijvoorbeeld voor de contracten en de communication met de, alle regeltjes. Ja, alle regels met de makelaar in het begin. Hoe kan wie die huren? Ja, voor alles. Ja, en het Kamer van Koophandel en een BTW-nummer. Ja, en de administratie. Ga jij zelf de administratie doen ook? Nou, eigenlijk in het begin, ja. Ik doe dat bij mezelf. Maar ik heb ook hulp van de boekhouder. Ja, boekhouder. Wat is het allemaal? Is het speciaal? Ja, Syriën. Ons cultuur. Ja. Wil je... Nou, vertel maar wat het is. Ja, dit is Kuba. Mevrouw, my boerin helped me for it is. Yeah. This is yalanji, fatayer, some snob ook, baklava, harissa, maar alles ons cultuur. Leuk! Ja, ons koken in Syrië. Ja, ja. Het is, lijkt wel kerstfeest, hè? Lijkt wel een kerstdiner. Dat is feest voor ons, ja. We zijn echt blij voor dat. Ja, dat is onze dream. Ja. Onze droom. Heb je al iemand geknipt in de zaak? Of is het echt vandaag voor het eerst? Ja, ik heb geknipt voor veel mensen. Vroeger, ik was werken in Zevenbergen. Ik ga daar misschien meer dan 6-7 maanden werken met de opleiding. En, ja. Ja, maar niet hier, in deze zaak nog niet. Hier, in deze zaak, ik heb mijn broer, mijn broer en de meneer hier. Ja. Ja. En ze zijn blij. Ja. Nou, ik heb gehoord dat jij speciaal voor vrouwen een aparte ruimte ook hebt. Hè? Dat ze een beetje apart kunnen zitten. Ja. Klopt dat? Ja, kan dat. Ja. Kan allebei. Kan apparaat, kan samen. Ja. Ja. Maar daar heb je over nagedacht, hè? Dat je ze, sommige mensen komen met hoofddoek. Ja. Mag ook. Ja. Willen ze dan ook netjes gekapt worden? Want dan thuis doen ze de hoofddoek af of zo. Want dat is toch zonde? Nee. Alleen voor haar. Voor haarzelf? Ja, voor haarzelf, ja. Oké. Okay.